Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Videodokters. De serie waarin we kijken naar de video's die jullie inzenden. Kijken we wat er nog beter kan. En ook wat je eigenlijk al heel erg goed doet. En vandaag gaan we naar een plek waar ik eigenlijk al heel erg lang heen wil. Dat is namelijk Iran. Deze is ingestuurd door Fotov. We gaan gewoon kijken. Nou, jongen, het was heel anders dan ik had verwacht. Wat had je verwacht? Ik wist ook helemaal niet wat er ging komen. En ik had verwacht dat er op een gegeven moment iemand zou praten. Ja. Hallo, welkom bij, of zoiets. En dat was niet. Dus dat maakte me even dat ik dacht, oh, oké. Het is eigenlijk, het is grappig, want de user heet Fotov. Het zijn ook foto's eigenlijk. Ja. Gewoon een serie foto's, maar dan bewegend. Ja. Nou ja, ik vind inderdaad ook dat je echt heel goed kan zien dat je oog hebt voor het beeld. Wat je maakt. Ja. Toch? Ja. Dat de composities en zo, die kloppen allemaal. Die zijn heel mooi. Maar waar zou ze nog kunnen winnen, denk jij? Misschien is het leuk om te kijken of je nog meer verhaal kunt vertellen. Dus begin eens met dat de dag begint bijvoorbeeld. En dat de dag eindigt op het einde. Want nu, je had op een gegeven moment inderdaad een soort ondergaande zon aan het einde. Dus dacht ik, oh, nou gaat mooi. Maar dat kan nog wel iets sterker, dat verhaal. Ja. Ja, dan zou je bij wijze van spreken ook kunnen werken vanaf het ontwaken. Hè? Dus ja, dat je dat het zich daarin opbouwt. En dat je op een gegeven moment in het midden de mensen hebt. Want natuurlijk het midden van de dag is precies, dan het leven. En dan laat je wat gebeurt, zien wat er allemaal gebeurt. En dan laat je allemaal mensen aan het werk zien achter elkaar. Ja. En dan werd het natuurlijk een beetje lastig. Want je hebt het nu gemonteerd op de locaties waar je bent. Je ziet steeds de naam in beeld. Dat is het volgens mij van de plek waar je op dat moment bent. En je wilt natuurlijk in die volgorde dus de shots van één locatie bij elkaar houden. Maar ik weet niet of dat, is dat echt nodig? Wat is misschien leuker om gewoon alle shots van mensen bij elkaar te doen bijvoorbeeld? Waardoor je een soort flow krijgt daarin van, oh, nu kijken we naar de mensen achter elkaar. En dan knip je die wat korter misschien. Mm-hmm. En dan wordt de montage wat lekkerder misschien. Ja. 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 Ja, en je wat meer voelt. Ik bedoel, ook als je niet snapt waar het over gaat, maar voelt dat je meegenomen wordt. Ja. En wat ik, je hebt nu vaak één moment genomen. Dus bijvoorbeeld, we zien iemand aan het werk en die zien we dan, nou ja, zeg zo medium in beeld en die is hier iets aan het doen. Wat ik ook nog prettig zou vinden op sommige momenten is als daar bijvoorbeeld ook nog even een close bij zit. Dat ik eventjes 1 of 2 seconden ook die handen gewoon echt close-up in beeld zie. Ja, sowieso is het leuk om inderdaad van één situatie een paar shotjes te laten zien. Dus laat 3 verschillende beelden dan zien bijvoorbeeld van zoiets. Ja, ja. En dat is echt dat filmen vind ik versus de fotografie. Dat je dus niet één plaatje hebt, maar dat je ook die close-up shots hebt. Dus dat je echt het grote wide hebt, dat je het medium hebt, maar ook soms net even 1 detail. Want 1 detail kan soms veel meer vertellen dan alleen maar al die wide shots. Ja. En dan daarop verder bordurend viel het me op dat het allereerste shot vond ik heel mooi. En toen het tweede dacht ik, dus een beetje gewoontjes of zo. En het derde vond ik heel intrigerend. Toen dacht ik, waarom gebruik je dan, die tweede moet er eigenlijk gewoon tussenuit. En dan die derde kan daar, want het is leuk als je naar die opbouw gaat zoeken, dan doe ik bijvoorbeeld vaak shotjes waar je nog niet meteen ziet waar je bent. Dat je nog even denkt, hey, wat zie ik hier? Wat is dit? Waar gaan we naar kijken? En het op die manier opbouwen kan heel leuk zijn. En je hebt een aantal shots die best wel intrigerend zijn en die zou ik dan aan het begin inderdaad achter elkaar doen. Ja, je moet er met YouTube ook echt rekening mee houden dat mensen gewoon je video beoordelen op de eerste paar seconden. Dus eigenlijk gewoon echt de top-notch shots die je hebt. De crème de la crème, stop die in die eerste paar seconden. Ja. Want als je die pas op een minuut gaat stoppen, ja, dan komen mensen daar meestal niet. Gewoon die eerste 5 shots dat je denkt, wauw, amazed. En dan daarna de rest. Daarna begin je eigenlijk je verhaal te vertellen. Je hebt eigenlijk een soort intro, of hoe noem je dat? Ja, introductie van introductie. Waar je naar gaat kijken. Je moet iemand een beetje teasen natuurlijk. Ja, wat gaan we hier kijken? Wat krijgen we nu te zien? Ja. Maar over het algemeen echt heel tof. En ik vind het echt heel leuk dat ik gewoon kan zien dat je veel met fotografie bezig bent. En dat je daar ook oog voor hebt. Dus wat dat betreft hoop ik dat je wat hebt. Ik hoop dat je wat hebt aan onze tips. Dank voor het kijken naar deze aflevering van de Videodokter.
Als jij nou wil dat we ook een keer naar jouw video kijken, het kan van alles zijn. Hè? Het hoeft geen reisvideo te zijn. Het kan een tutorial zijn of een vlog met tekst. Laat het dan even weten hier in de comments beneden. Vergeet ook niet je te abonneren op ons kanaal. En doe even dat duimpje omhoog als je dit een leuke en nuttige video vond. Dan zien we jullie de volgende keer weer. Doeg! Doeg!